Welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Zaterdag reist Soccer Reporter af naar Sportpark de Watertoren om een video samenvatting te maken van de competitiewedstrijd en topper in de tweede klasse F tussen Nieuwe Sparta en Rode Boers. In terugblik laten wij u de doelpunten zien van Lekvogels Groot-Ammers. Nieuwe Sparta is opgericht in 1953 en speelde vanaf 2001 afwisselend in de eerste en tweede klasse. In 2004 speelde Nieuwe zelfs één jaar in de derde klasse. Maar in 2008, 2012 en 2013 speelde Nieuwe in de hoofdklasse. Nieuwe Sparta wil graag hogerop, maar dat wilde de laatste jaren niet lukken. En hoop iedereen die Nieuwe Sparta een warm hart toedraagt dat het dit seizoen wel gaat lukken. Momenteel staan de bewoners van het prachtige sportcomplex de Watertoren bovenaan met 13 gespeeld 28 punten. 1 punt meer dan de tegenstander van zaterdag, Roda Boys. Maar er zijn nog meer kapers op de kust, want nummer 6 van de ranglijst EBOH heeft maar 5 punten minder dan Nieuwe Sparta, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Theo de Boon is de hoofdtrainer van Nieuwe Sparta. Ook volgend seizoen is Theo de Boon hoofdtrainer van Nieuwe Sparta. Thuis werd er 4 keer gewonnen, 1 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. Uit werd er 4 keer gewonnen en 3 keer gelijk gespeeld. Voor Nieuwe Sparta geldt maar 1 opdracht. De punten moeten op Sportpark de Watertoren blijven. In de uitwedstrijd tegen Roda Boys werd het 1-1. Roda Boys is opgericht in 1945 en speelde vanaf 1997 afwisselend in de eerste en tweede klasse. In 2012 speelde Roda Boys in de hoofdklasse, maar vanaf 2017 weer in de tweede klasse. Ook Roda Boys wil graag hogerop en staan ook maar 1 punt achter op de koploper Nieuwe Sparta, de tegenstander van aankomende zaterdag. Uit of thuis maakt wel verschil uit voor Roda Boys. Thuis werd 2 keer gewonnen, 2 keer verloren en 2 keer gelijk gespeeld. Maar uit is Roda Boys nog ongeslagen en werd er 6 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Dus Roda Boys zal graag de punten mee naar Aals nemen om zo de eerste plaats van Nieuwe Sparta over te nemen. Frank Brands is de hoofdtrainer van Roda Boys. De wedstrijd staat onder leiding van de heer N. Boel. Ja, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een leuke en spannende wedstrijd van te maken. We laten u nu de hoogtepunten zien van Lekvogels Groot-Ammers. Ja, beste kijkers, het zit er weer op. Kom zaterdag in grote getalen naar Sportpark de Watertoren om hopelijk van een leuke en spannende wedstrijd te genieten. Bent u helaas verhinderd? Geen probleem. Want vanaf zaterdagavond kunt u een video samenvatting zien van de wedstrijd op sokreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.